Een goeiemorgen. Ik heb deze nacht als een roos geslapen. Echt waar, ik heb nog nooit zo'n stille nacht gehad als deze nacht. Echt waar. We hebben geslapen in deze super deluxe boomhut midden in het bos bij Reti. We zijn niet de enigste boomhut, er zijn hier nog een paar andere ook nog. Die hebben we gisteravond ook nog eventjes in het donker kunnen laten zien. Maar hier kan je hem ook nog zien. Kijk, hier staat ook nog onze buren. Die staan hier. Wij staan dus hier. En daar in de verte zie je er ook nog eentje. Ik kan er niet te dicht gaan filmen, want er zitten ook nog mensen in het huisje en ik gun ze ook nog wel een privacy. Kijk, zo ziet het huisje er van de buitenkant uit. Ook heel gezellig, hè. Toen ik deze ochtend opstond, dan dacht ik van, hey, het is tijd om hout te gaan sprokkelen. Alle geluk dat ze dat hier eigenlijk al voor ons al een beetje gesprokkeld hebben en gehakt hebben en zo. Kijk, hier ligt een hele grote stapel. Hier ligt ook een hele grote voorraad. Dus ik denk wel dat we genoeg gaan hebben voor ons kacheltje. Moet alleen nog... Ik heb hem al gevonden. De kruiwagen hier even gebruiken, zodat ik al het hout naar het huisje kan brengen. Voilà. We kunnen het weer warm maken. Zeg, zit hier goed? Zalig gewoon. Ja. Boekje te lezen, wat boek? Ja. Het bosboek. Aha. Ja. Dus, en heb ik het goed warm gemaakt? Lekker warm hier, echt wel. Goedemorgen trouwens, hè? Ja, goedemorgen. Hier is zo'n rekje met een paar boekjes. En ja, natuurlijk allemaal wat in thema, hè? Ja. In een bos. Heb je al eens goed gekeken naar het uitzicht dat we hier hebben? Ja, fenomenaal. Mensenlief. Super mooi. Super, hè? En weet je wat mij een beetje getriggerd heeft? Nee. Dat is dit hier. De hot tub. Hot tub. Ja. Een jacuzzi, dat kennen we allemaal in tussentijd een beetje. Al dan niet opgeblazen. Maar deze hot tub, dat heb ik nog nooit van zijn leven geprobeerd. En dat is eigenlijk iets heel erg fijn. Je stookt ook met hout. Lekker warm. Het bad, ja, dat houdt nog eventjes dicht. Kan lekker opborrelen, zeg maar. Je hebt ook een spatel waardoor je het water eens goed kan door elkaar zetten. Want je weet het, warmte gaat naar omhoog. Dus de bovenste laag is dan wel lekker warm, maar misschien beneden niet. Dus eens goed door elkaar zetten. Je blijft goed stoken. Laat ons zeggen dat als we dat een uurtje goed warm stoken, dat we dan, dat het dan al een serieuze temperatuur krijgen. En dan terwijl dat je erin zit, ook nog een beetje bijstoken. En dan heb je een super heerlijke warm bad. Allee, ik veronderstel dat natuurlijk, ik weet het niet, hè. Maar we kunnen het wel natuurlijk vandaag eens gaan uitproberen. Wat denk je daarvan? Een super idee weer aan. In de hot tub. Ja. Oh. Heb jij al iets geleerd uit het boek? Ja. Vertel eens. Als een dennenappel zijn dingetjes openstaan, als die openstaat eigenlijk, wordt het droog weer. Sluiten ze, dan gaat het regenen. Echt? Ja, ik wist dat helemaal niet. Weer iets bijgeleerd. Hè. Soms moet je eens boeken lezen om wat te weten. Hè. Trouwens, hoe gezellig is het hier? Dit is de voordeur. Dit is de eetplaats. Een mooie grote keuken waar eigenlijk alle voorzieningen voorzien zijn. Wastafel, een kookfornuis, koffiemachine, oven, microgolf denk ik, de combi. En dan ook nog een koelkast. En dan ook nog eens alle borden en dingen. Dat hoef je niet mee te nemen natuurlijk. Een super zalige zetel. Ik heb er alleen gezeten. Hij zit super. En past ook echt wel binnen dit boshuisje. Boshuisje, boomhut. Dan hier de kachel en Jolien in de zithoek. Echt een zalige. Hier dan de deur naar de hot tub. En het toch wel ruime terras. Dat een prachtig uitzicht heeft. Het is net iets te fris om zo eventjes chill op het terras te zitten. Alhoewel, als we onze jas aandoen, dan kan dat perfect. En ook een gasbarbecue. Van Weber, en we hebben zelf ook zo een grotere versie en we weten dat dat super materiaal is. Hier heb je dan een deur, die gaat naar de master bedroom. Ook weer met een mooi boszicht. En kijk hoe gezellig. Haha. Moet weten, we zitten hier in een boomhut, hè mannen. En dan hier deze grappige trap. Ook zo, ja, toch wel anders dan anders, maar dat maakt het hem net zo leuk. Naar de tweede etage. We gaan eens even gaan kijken. En hier heb je dan hier de badkamer. Hier hebben we ons deze ochtend in gewassen.
Hier kan je dan al je kleren en zo leggen. Kan je ook al meteen aankleden in de badkamer. En heb je een toilet en een douche. Ik zeg, heel veel luxe voor een boomhut. En dan hebben we hier... Zit niemand hoor. Nog een slaapkamer. En dit zou ik als kind geweldig gevonden hebben. Hoe zalig is dit? Kijk, als je bijvoorbeeld met 3 kinderen zou komen, kunnen twee gasten hier liggen. En dan eentje bovenin. Maar leuk, maar echt leuk. En dan zo met zo'n laddertje naar boven, slapen van boven. In principe zou je nog met een ander koppel kunnen komen. Hè? Dus als hier bijvoorbeeld mama en papa nog liggen en dan het kind bovenin. Het is dat ik geen 10 jaar meer ben, maar anders zou ik het wel weten waar ik zou willen slapen. Voilà, hè? Het totaalplaatje eventjes aan jullie laten zien. Het is ook echt een totaalplaatje. Ik vind dat alles wat hier staat, hè, deze wereldbol met dat plantje en dan die boeken en die kadertjes die er hangen, er zijn op details gelet en dat maakt het plaatje helemaal af in deze echt natuurlijke setting. Ook hier, als je stil bent, is het stil. Het enige wat je hoort is de haard met het hout erin dat knettert. Jolien die een bladzijde omdraait. Als je heel stil bent, hoor je de vogeltjes fluiten. Ik ben hier net binnen hier in onze boomhut nog heerlijk aan het relaxen geweest en aan het genieten van de natuur. En terwijl is Jeno buiten even voor mij nog hier de hot tub komen aansteken. En ik denk, als ik eens wat bekijk, dat hij dan wel bijna gaat klaar zijn. Ik weet niet of je het goed ziet, maar er komt heel veel rook uit. En ook hier. Hier zie je dus ja, de vlammen erin natuurlijk. Hè. Kijk, allemaal hout hierin gedaan. En zien, zal er rook uitkomen? Ja hoor. Ik ga dus snel mijn badpak of mijn bikini aantrekken. Ik denk dat het badpak zal worden. En genieten hier een hot tub. En terwijl is Jeno hier trouwens ook nog opnieuw hout aan het sprokkelen. Nee, ik heb hout gesprokkeld. Ja, je hebt al hout gesprokkeld en je bent alles nu nog naar hier aan het brengen. Kijk, goed hoor. Hier ze heeft haar badpak aangetrokken hoor. Zeg, wat is zo? We hebben pech. Hoezo? Ja, nu zag ik hier klaar in mijn badkledij om in de hot tub te gaan. Maar we hebben hem een beetje te warm gestookt. Ja, dus, stom, hè? Ja, je moet het dus zelf, moet er zelf hout in doen en het opwarmen. Ja. Maar natuurlijk ook het deksel lag erop en dat is dus een heel goed isolerend deksel. Ja. En het is nu echt gewoon te warm, hè? Een kooktub. Hey, maar dat wil wel zeggen dat het marcheert, hè? Ja, het marcheert wel, ja. Dus, maar we mogen het niet te warm laten worden. Nee, dus nu maar nu dat deksel eraf is, neem ik wel aan dat de warmte wel uiteindelijk wel gaat. Ja, het rookt toch ook, dus het gaat wel de kachel is in tussentijd ook vanzelf uitgegaan. We gaan die niet nog bij gaan stoken. Nee. Dus het komt hier ook meer uit het kokertje. Dus we gaan het even laten afkoelen, rustig aan. En ik denk dat we tegen de avond er misschien wel in kunnen. Ja. Toch? Ja, misschien. Misschien ook niet. Misschien maar pas. Maar ik weet het niet. Ik weet natuurlijk ook niet hoe vlug het afkoelt. Maar nu sta ik hier in mijn mooie natuur badpak. Het past wel. Het past echt wel. Elf gaat op in de natuur. Het is zo van, waar is Jolien? Zoek dan een keer. Ja. Nee, ik vind het goed. Ja. Allee. En zo is het plot heel donker geworden. We hebben hier nog een hele leuke avond gehad. We zijn uiteindelijk toch nog in de tub geraakt. Zie je hier, mijn bikini hangt hier nog te drogen boven het pompbak. Ja. En intussen hebben we ook nog eventjes de kachel hier aangestoken. Die is eigenlijk niet vaak uit geweest. Hè. We hebben die altijd laten knetteren. Het had heel erg veel lekkere warmte gegeven. Dit is echt deugd. Maar nu is het echt wel tijd om in bedje te kruipen. En ik denk dat ik hier weer een zalige nacht ga hebben. Het is al half 1 s'nachts, dus het wordt echt heel erg dringend tijd. Maar we hebben hier zwaar genoten. En... Ja. Tijd gaat hier echt al heel erg snel. Het is ook zo relaxed hier en het is zo cozy en zo gezellig. En ja, maar het gaat hier wel echt ook meer keizaal slapen. Ik weet nu dat het was gisteravond ook al zo stil. En dan hoor je zo nog wel wat geritsel. Dan denk ik dat het een muisje, een bosmuisje of zo beneden dat hier doorheen de blaadjes. Of een vos of een wolf. Of een vos of zo, die dingetjes. Maar het is echt zalig. Gewoon die stilte, die rust. Echt gewoon, ik ben al helemaal zen hier. Het is echt... opmerkelijk wat dit eigenlijk hier met de mensen doet. Gewoon eventjes relaxen, eventjes terug de batterijtjes opladen, eventjes gewoon genieten van elkaar, genieten van de natuur, ook heel belangrijk. En gewoon relax. Echt zalig. Echt genoten. Slaap lekker. Tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.